Hi, vandaag een nail art met goudverf. Ik heb deze goudpoeder gekocht bij een groothandel voor kunstschilders. En daar kan je hele leuke dingen mee doen. Je moet het normaal gesproken mengen met water. Maar ik dacht, dat kan vast nog wel wat anders mee. Ik heb een tegeltje, wat penselen en ik heb gel. Gewone strijkgel, dunne gel. Nou, het is altijd handig om even zo'n prikkertje erbij te houden voor het mengen. En ik gebruik ook altijd een schildersmesje. De poeder op het tegeltje. En dan meng je daar dus wat gel bij. Nou, zoals je ziet wordt het een goudkleurige gel. Hij is dus net zo mooi als wanneer je met water aanmengt, maar dan iets dikker. Daardoor, als je ermee schildert, komt het iets meer je motief bovenop de nagel te liggen. Ik doe het wel even in een potje, dat werkt wat handiger. Nou, voordat je begint, eerst even de glans van je nagel afhalen, want anders dan glijdt alles er net zo hard weer af. En dan met een dun penseeltje zet je het motief erop wat je mooi vindt. Nou, dat kunnen krullen zijn, streepjes. Ik ga dit keer voor krullen. En ik volg hierbij de smile line een beetje. Nou, je ziet dat je heel snel resultaat hebt. Het ligt er inderdaad iets dikker bovenop als verf. En zo kan je hem invullen zoals je het zelf leuk vindt. Nou, je kan het natuurlijk ook combineren met een steentje. Ik zet het steentje altijd vast met gel. Kan ook natuurlijk ook met lijm, nagellijm, maar daar werk ik liever niet mee. Dus ik zet ze altijd gewoon vast in gel. En ook hier ga ik dan weer met de gouden gel er eerst omheen. Ik zet er een rondje omheen. En dan zet ik er open rondjes naast, als een soort kettingje. Als je het nou leuk vindt om je nail art met waterverf, aquarelverf te maken, kan ook met acrylverf trouwens, dan kan je ook hier leuke accenten aanbrengen met deze goudverf. Nou, je schildert gewoon eerst wat je mooi vindt. In dit geval zet ik even snel twee bloemetjes op. Het is maar een voorbeeldje om te laten zien. Ik gebruik nu de goudverf gewoon aangelengd met water. Want dat kan natuurlijk ook, want daar is hij namelijk ook voor bedoeld.
En zo hier en daar zet ik een klein accentje. Nou, het geeft meteen een heel ander uiterlijk van je nail art. Nou, als je denkt dat je het mooi vindt, dan doe je natuurlijk even de topcoat eroverheen. Gel moet je wel uitlaat harden in de lamp. Als je hem aanlengt met water, hoeft dat natuurlijk niet. En dan ziet het er zo uit. Mooi toch? Ik vind het geweldig. Filmpje leuk? Abonneer, like en share.